Ja. Helaas heb ik niemand van mijn collega's eruit gekregen op het moment. Vindt u het goed als ik u laat terugbellen? Ja, is goed. Teruggebeld door de afdeling. Mag ik nogmaals uw achternaam noteren? Ja, dat is Snoeker, S-N-O-E-K-E-R. K-E-R, oké. Nee, dan heb ik eigenlijk alle gegevens. Kunnen zij u bellen op het nummer waar u nu mee belt? Ja, dat kan. Oké, nou het kan zijn dat mijn collega u terugbelt met het onbekend nummer, maar dan weet u dat wij dat kunnen zijn, ja? Is goed, ja. Dank u wel. Oké, nou heel erg vervelend. Ik hoop dat het snel wordt opgelost zo. Ja, bedankt voor uw moeite. Geen dank. Nou, fijne dag, hè? Ja, u ook. Dag. Oké, hoi. Hoi. Ja, zie je. Ja, die wil dat niet. Nee, dat gaat met inschrijven, hè. Je ziet dat er niemand ingeschreven is op de woning. We zouden bellen met onbekend nummer, dus ik moet opnemen, ook al is het onbekend nummer. Dat is wel een smeerlapperij, zeg. Voor je het weet kom je bij je eigen huis aan en zijn ze het aan het leeghalen. Oh, jongen, dat is het huis. Dan moeten ze toch niet betalen. Ze hebben de wet achter zich staan, hè. Ja, je moet heel aanhouden, ja. Gaat nu wel beter dan. Nee, het is goed fijn om te horen dat het beter gaat. Nou, je laat het terug, goed? Hoi. Hoi. Nee, Marcus. Shit, waar heb ik nou dat ding? Ja, ik moet opnemen, want ja, gemeente kan bellen, hè. Mijn moeder vertelde al 20 jaar geleden over dat trucje wat ze doen. Oudere mensen in het huis stoppen onder de medicijnen, dan lijken ze dement. En dan zeggen ze, de zorg heeft een ton gekost en wat je niet kan betalen, neem je huis in.
dat kan allemaal, hè. Maar ja, hun maken de wet, hè. En hun passen toe. Had je die kapotte kettinggereedschap? Ja, en een bonnetje? Ja. Oh ja. Ja, die moet in het zakje zitten. Ja, er woont niemand in, hè. Een huis moet bewoond zijn. Ja, dat is wel best over andere dingen. We hebben woningen nodig voor asielzoekers, voor dat tuig wat ons haat. Er zit dat virus geen kerst meer in het centrum. Dat was beledigend voor moslims, heet nu winterfeest. Kerken zijn er al niet afgebroken, zet dat op 25 jaar tijd. En we hebben helemaal niks aan dat volk. De meesten werken niet, ze pleken misdaden. En toch blijven ze ze binnenhalen.
richting Landgraven. Ik hoop dat je wel. Moet je rechts dadelijk gaan. Positief denken. Ja, ja, daar heb je wat aan. Als iemand positief zou denken, zou hij niks doen. En dan komt alles vanzelf goed. Ja.